Heb jij ook een kortere breekabel voor mijn aanhanger? Die vraag die kreeg ik van de week. En toen dacht ik, hé, hoe werkt dat met de breekabel? Mag je die inkorten? Zijn er korte varianten leverbaar? Want wanneer dat ding te lang is, bungelt hij soms over de grond. En daar zijn oplossingen voor. En dat is niet meteen een knoop erin leggen of de tang erin, maar het kan ook anders. En hoe je dat doet, dat laat ik zien, want er zijn toch nog wel een paar regeltjes waar je aan moet voldoen. Je kan dat niet zomaar daarmee aan de rommelen gaan. Weer een vraag van de week en natuurlijk weer een hoop praktische trucjes om jou te laten zien hoe dat het beste werkt. Blijf kijken en word de vakman die jij wilt zijn. Mijn naam is Patrick Strijker en ik ben dé online specialist in onderdelen voor aanhangers en boottrailers. Eén adres voor alles wat los en vast aan de kar zit. Trailerplus.nl. En vind jij video's over onderhoud en onderdelen van aanhanger en de boottrailer nou interessant? Zorg dan dat je me volgt via de hashtag TrailerPlusTips. Om maar bij het begin te beginnen, wat is dan een breekabel? Nou, een breekabel dat is de verbinding tussen de aanhanger en de auto. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de koppeling. Maar de breekabel dat is bij een geremde aanhanger, dus enkel bij geremd, is dat een noodverbinding. Wanneer de koppeling nou los zou schieten of ja, niet goed aangekoppeld is, dan zorgt de breekabel ervoor dat die aanhanger op de rem slaat. Hij trekt de handrem aan en zorgt dus dat die aanhanger niet een eigen leven gaat leiden en afgeremd wordt. Er zijn wel wat beperkingen en regels voor die breekabel. Je kan, het is een breekabel, hij moet dus kunnen breken. Maar ook weer niet te vroeg, want wanneer hij te vroeg breekt, dan zal hij de aanhanger niet op de rem trekken. Maar wanneer hij te laat breekt, dan houdt hij de aanhanger vast en gaat die aanhanger misschien wel baas worden over de auto. En dat is ook niet de bedoeling. Dus je kan niet zomaar wat rommelen met zo'n ding. Sommige mensen denken dat je zo'n breekabel kan repareren. Die gaan daar met een kabelklemmetje gaan ze hem verlengen of verkorten. En dan zet je er een klemmetje op, maar dat mag niet, want ja, dan is de kracht van die kabel is niet meer gegarandeerd. Je mag er ook geen ketting of een staalkabel van 10 mm aan doen, want die zijn veel te sterk. En ja, dan wordt jouw aanhanger die remt dan zo hard, maar die vliegt niet los van de auto en dan wordt die oncontroleerbaar. Eerst nog even de vraag van deze week. Controleer jij de breekabel wel eens? Dat kan kort en krachtig met controle ja of controle nee, maar natuurlijk, zoals elke week, een uitgebreide vraag, tip of suggestie is meer dan welkom. Ik lees en reageer altijd zo snel mogelijk en ook anderen leren weer van jullie opmerkingen en vragen. Blijf dat vooral doen. In ieder geval bedankt daarvoor. Over hoe je de breekabel moet monteren of aanleggen heb ik al meer video's gemaakt. De link daarvoor die staat in de beschrijving. Kijk die straks ook zeker even. Want daar leg ik dat nog weer meer en anders uit dan dat ik hier doe over de lengte van de breekabel. Want we hebben best veel variaties in de lengte. Er zijn verschillende soorten en maten mogelijk. Alleen, je kan daar niet zoveel mee rommelen. Het is eigenlijk maar een heel klein ding, maar zeker niet onbelangrijk. Want ja, bedenk ook wat er kan gebeuren. En dat is geen bangmakerij. Zelf rijd ik motor. Maar bedenk dan ook even wat er kan gebeuren wanneer je zo'n aanhanger tegenkomt die losgeschoten is. Ik zou dan niet graag in zo'n situatie belanden. En ik denk jij zelf ook niet. Dus bedenk dat ook goed wanneer je denkt aan een goedkope oplossing om even wat te rommelen met zo'n ding. Doe dat gewoon niet. Kijk, wanneer zo'n breekabel die nou te lang is en over de grond dreigt te slepen, dan zijn daar verschillende oplossingen voor. Het is wel de bedoeling dat dat ding in een rechte lijn onbeperkt zijn werk kan doen. Dus niet geen knoop erin leggen. Wat je wel kan doen is hem bijvoorbeeld ophangen en door een tie-rippie laten lopen. Dan bungelt hij niet meer vrij rond, kan hij toch vrij bewegen, maar raakt hij de grond niet. Je kan hem ook soms over de dissel leggen, maar bedenk dan ook dat je nog wel een bocht moet maken en dat hij dan niet te strak moet zitten. Dus houd dat even in de gaten, dat is ook weer afhankelijk van jouw eigen situatie. En wat je ook kan doen bij sommige types breekabel is er een klein slagje indraaien. Dus je pakt de breekabel vast, draait hem een slag rond
en dan zal je zien dat hij licht krult. En die krulling die geeft dan wel voldoende ruimte wanneer je de bocht omgaat, maar hij bungelt dan niet meer op de grond omdat er een beetje spanning in zit. Dat kan niet bij elk type breekkabel, want de breekkabel is met een gaffel. Daarin kan het eindstukje, het loodje, die kan vrij bewegen in die gaffel en zal je dus ook geen spanning in die kabel krijgen. Dus dat is weer afhankelijk van welk merk en type je hebt. Of dat kan ja of nee, dat vastdraaien. En wil je nou weten hoe je remmen moet stellen van de aanhanger? Bekijk dan even de video die je in de scherm ziet verschijnen. Want daarin leg ik uit hoe de remmen werken, wat de oploprem doet en hoe je dat afstelt. Vergeet niet om te abonneren. Geef deze video nog even een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag in die volgende aflevering. Mooi!